Oké, okay. Moet je zien? Ja. Goed? Dit is hem. Dit is hem. De bus. De bus. De bus. Met de bus, een gewone stadsbus in 3 dagen na het EK in de Oekraïne. Het kan, het is goedkoop, maar wel wat minder comfortabel. Ga je eens naast elkaar zitten? Nou, zonder wij hoor. Oh jongen. Gezellig. Nou hier, beenruimte. Je bent niet de kleinste. 1,95. Maar stel je voor dat je 18, 19 bent en je kan naar de EK voor dezelfde prijs dat je naar Joret de Mar gaat. Dat is een beetje de intentie die wij erachter hebben. En weten we wat voor feestjes in deze bus plaatsvinden, komt dat denk ik wel goed. Hoe lang doe je erover? Nou, het is een reis van ongeveer 3 dagen. Dus 's ochtends vroeg op dag 1 vertrekken en dan op dag 3 kom je einde van de dag aan. Onderweg wordt er 2 keer gestopt op mijn camping, zodat je wel gewoon 8 uur kan slapen. Hoeveel kilometer is het? Het is 2400 kilometer. Zo, dat is een end. Dat is inderdaad een end. Hier achter in de bus moeten nog wat verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden? Ja, de achterste 2 rijen die gaan eruit en dan komt aan deze kant een toiletje. Maar wel krapjes aan, denk ik. Het is letterlijk een niet al te comfortabele manier van reizen, maar budgettechnisch wel heel interessant. Dit wordt echt een partybus? Ja, dit wordt echt een partybus.